Goed gedaan, El. Dat doen we nog niet. Aha, goed gedaan, El. Echt wel. Is dit het stuk pas wat je herinnert ook, of wel? Ja, dit wel. Oh, jongens, kijk eens! Zo, goedemorgen allemaal. Ja, het is goed warm, dat ben ik met je eens. We gaan onderweg naar de Splugepas. Het tunnelgedeelte laten we zitten. De windmolen heeft zich al gevoerd. Zegt op die andere berg daar. Ja, ja, hier beginnen pomp. Even kijken, hoe komen we hier? Ja. Pas op, pas op, pas op. Komt een auto van rechts. In de schaduw. Yeah. Warm beef.
headset die ik gekocht heb, heb ik ook de headset van mijn helm gewisseld. Toen had ik de indruk dat het minder hard was. Daar boven op die berg, daar woont een Chinees. Waar? Links. Door de huizen. Ik zie allemaal bochten. Oh, dat zou kunnen. Wauw. Zal maar iets, ja. We gaan naar links. Daar. Nou, niet dat, maar daar. Bochten. Bochten? Bochten! Hier, ja, dat is het denk ik. Oh, wow, maar dat valt mee. Wacht maar tot je dit doet. Even transport. Ziet er wel heel gaaf uit. Macaroni? Wat? Kut, sorry. Rond. Ja. Jee, rondje van de zaak. Rondje van de zaak. Zo, dat geen. Oh, oh, ook daar moet zijn. Ja, ja. Specerijen. Oké. Zo, wat een hitte. Ja. Jezus, 32 graden op mijn boordcomputer. Ja, of mijn ventilator springt aan dat hij daarom aan het blazen is. Maar ik vind dit wel heel mooi. Ja, waarom zou je dit doen? Wat? Ik zou je doen. Ja, dat is echt niet heel respect. Dat was niet zo handig voor mij, sorry. Die auto wacht hier weg? Ja. Stop hier even dan. Denk aan je knipperlicht. Denk aan je knipperlicht. Ik denk die route die we net zagen. Ja, dat was een deel over niet genomen. Ja, precies. Dan had ik al een beetje. Ik ook. Ik had het bij de grens gedaan hoor. Ik heb boven vastgezet ook dat ik het vond, maar ik ben geloof ik wel blij dat we die mis. Ja, ik keek naar boven en ik dacht, ik hou het luchtig. Ja, nou ja, dankjewel. Dat wat we zagen, dat was de calorieën die Matasimo, ja, het stukje enger, zeg maar. Ja. Oh, dat was de enge. Zit de motorrijder achter je? Oh joh. Ja. Maar laat hem maar heel even wachten. Ja, ik wacht voor mij lang, sorry. Ik zie niks. Er komt de fietser. Hij is vrij. Nee. Oh. Hij is niet vrij, er zit een fietser. Sorry. Deze is wel. Oh, auto's. Kom maar door, kom maar door, kom maar door. Twee auto's. Auto's. Kom maar door, kom maar door. Die
vrij. Kom maar. Alle ruimte. Ja, laat die motor maar gelijk gaan. Hey Henk. Zo, maar gelijk wakker. Gaat het bij jullie? Ja, prima. Gaat het schrik? Blinde bocht, ja. Kom maar. Wauw. Spiegel hier rechtsboven. Ja. Ja. Rode zebrapaden. Ja, zijn er wel meer dan daar. Oh, deze is lekker. Ja, deze is super. Er zou er een komen in Leiden ook, hè? Ja, die was er in Leiden. Oh, wauw. Waar staat hij dan? Tegenover de komt een camper naar beneden. Camper. Oh ja, en andere shit, maar de camper is belangrijk. Hardy. Hey. Heerlijk, hè? Scooter. Blinde bocht vrij. Auto. Die zien ze al. Kun jij in mijn spiegels kijken, Ties, of niet? In jouw spiegels? Ja? Kun je mama zien in mijn spiegels? Ik kan gewoon achterom kijken. Oh, oké. Ik bedoel meer als je iets aan ziet komen en de zijkansen zien, dan heeft de informatie niet heel veel meerwaarde eigenlijk. Blinde bocht vrij. Op mijn zweet! Ja, en nu dubbel. Haha. Meow. Meow. Dus er was een gate helemaal in rijden, alleen dat is bespeurd door een stilstudent in de ontgroening. En die hebben er echt ontzettend voor belazen gehad. Zeker! Straf, hoe moet ik dat zeggen? Ze hebben taakstraffen gekregen en een strafblad eraan overgehaald. Je hebt iets over besmeurd. We zijn de spluug aan het rijden. Ja. Ach, doodje, wat warm. Ik heb het ook niet koud. Nee, maar ik kom weer dat er weer een rood lampje brandt. Oh. Nu al. Ja. Oké, kijk goed op je navi. Stop. Tunnel. Neem hem maar wijd. Komt een auto aan, pas op. Ik zag hem, ik had hem bewust al heel wijd genomen. Die auto moest van mij aan de kant. Ja, klaar, wijde bocht. Super vrij. Tunnel. Oh, even afkoelen in de tunnel. Wielrenner. Dat is echt zo'n mijntunneltje. Kom maar, dit gaat prima. Auto. Ja, komt er een auto naar beneden? Ja. Oké. Meerdere auto's. Kijk, dit is hoe het hoort te zijn. Oh, het dansen door de berg. Heerlijk. Dit is
Nou, dit is echt veel minder eng dan die Stelvio. Ja. Ja. Zou je maar lekker band hebben? Ja, ik weet niet of dat een lekker band is. Ik denk eerder is een bougie. Nou, het is een pappersband. Oh. Ja, daar had ik speel voorbij, maar het leek me niet het juiste moment. Not the right time, maar Komt zo meteen een camper, ja. Die zag ik. Even kijken hoor, waar blijft die? Daar is die. Auto. Kom maar gewoon door. Heerlijk ruime bocht dit. En een bruggetje. Lekker bochtie. Let op over de brug. Dat stukje, ja. Het wordt ook nog niet echt kouder of zo, zeg maar. Nee, maar het draait er al. Vrij. Ja, ook vrij. Gaat lekker! Oh, ik ben toch blij dat we deze gedaan hebben tot nu toe. Dat hoop ik wel. Daarmee veranderd. We werden aangevuld door een vlinder. Weer. Doe maar rustig aan. Yep. Ik zie niks naar beneden komen. Dat kan niet. Mijn motor begint het weer wat moeilijker te krijgen. Dat betekent dat ik hem aan de praat moet houden in de bocht. Ik zie hem niet. Ik zie niks. Dankjewel, mensen. Dankjewel. Niet zo mooi, zo. Wind! Oh, kijk eens naar boven. Wow. Oké, okay, bochtje. Nee. Oh, ze hebben de oude bergweg weggehaald, zie je dat? Ja. Wat ik wel begrijp. Ja. Oh, dit is echt veel relaxter. Ja. Ik kan even niet kijken, maar. Net op de weg. Frey, had jij de camera aangezet, wat? Nee. Doe alsnog maar even. Oh, no. We zijn wel op de helft, maar ook, maar dat geeft niet. Alle beelden die we hebben zijn mooi. Yes. Top. Wielrenners. Nee.
Brandt je lampje nog steeds? Ja. Je hebt het sowieso gewoon warm, denk ik. Ja. Maar goed dat hij trapt zichzelf uit één zo doet. Wat doet hij? Hij trapt zichzelf uit één. Hij trapt zichzelf uit zijn één? Ja, dan gaat hij er twee terug naar één. Heeft gas, dan schiet hij er weer uit. Ah. Er komt denk ik een motorrijder langs zij. Of niet? Weet niet. Ik heb een auto. En voor de rest kijk ik voor. Dus wacht, is er een motorrijder? En ik ga verder weg. Ik denk dat hij wel langs de auto gaat lopen straks. Kom, even afkoelen. Ja. Wie? Wielrenner. Ja, veel problemen die licht is. Ja, hij is langs de Hij zit nou achter jou, toch? Ja. Laat maar komen. Hoop, auto. Daar ging ik zelf de fout in. Doe maar rustig aan, tot druk hier. De indruk dat we niet heel veel mee gaan klimmen. Hebben jullie dat ook? Nee. We gaan echt wel weer klimmen. Panini. Jammy. Wie ben je? No, no. Hebben jullie honger? Ik niet. Nee. Water. Oh. Water! Hey, is het warm toch? Ja, het is heel warm. Wou je hier even stilstaan dan? Ja, het water koud dus. Nee, dan hebben we nog wat anders. Ja, maar wil je hier even stilstaan? Nee. Oké. Okay. Gisteren heb je zelf weer al even ook warm gehad. Dat ging ook goed, dus het is niet leuk, maar we gaan er niet dood van. Even basic information. Ik denk dat we thuis even de koelvloeistof moeten vervangen. Als we met deze motor blijven rijden. Ja, ik heb wel meer dingen op de slash. Dat goed. Zoals? Ja, goeie. Barbecue. Ja, lekker. Nee, koelvloer is nog eens één inderdaad, maar ook even gewoon even. Ja, moeten we niet eens een keer naar de carburateur kijken en zo, de washies en dat soort shit. Dat hebben we allemaal gedaan. Nee. Die mogen op zich ook wel één bougies, ja, inderdaad. De bougies mogen wel een keer vervangen worden. Ik heb een ruzie met die versnellingsbak gewoon. Het is hetzelfde dat je daar niet in weet in de trap als ze stilstaan. Want er zit een bak met je in die ST. Ja. Maar ik vind het wel een dingetje als je zegt hij springt uit zijn. Dat vind ik toch wel een risico. Nou, dat gebeurde net per seconde. Oké. Okay. Als dat in de bocht gebeurt, heb je een probleem. Ja. Gelukkig hebben we ondertussen een aantal dingen ervaren en meegemaakt. Dus ik heb wel veel gelost zonder enige problemen of geluiden. En zonder überhaupt paniekgeluiden, zeg maar. Exact. Ja, oké. Okay. Hoop. Voorzichtig. Ik kom zo een beetje four-wheel fucking. Doei. Kijk uit, hè? Ja. En volgens mij gaan we daar op rechts gaan we nog omhoog. Ah, ik let even op het verkeer. Ja.
kan heel goed. Die wordt nog allemaal niet gezien. Langs deze helling gaan we in ieder geval niet omhoog. Ah, dan gaan we er omheen. Dat bedoel ik. Ik heb foto's gezien van een vergezicht, wat nog even... We moeten hier naar links. Ja, dat zie je dan toch. Ja, dat zie ik. Oh shit, hij heeft ons pluk ingestuurd. Ik heb ons natuurlijk helemaal naar het centrum van het pluk weer gestuurd. Waar doe je dat? Ik had niet door dat we er al waren. Maar goed, we moeten sowieso deze kant op. Ja, hier hadden we eigenlijk net zo even kunnen staan, hè? Ga rijden niet door, hoor. Dus dat is Nee, we een stukje schaduw opzoeken ergens. Als we zo meteen een plekje vinden, dan gaan we even ergens staan. Uit de zon, in de schaduw. En dan gaan we de route verder uitzetten. Ja. Oh, wacht, nee joh. We worden nog veel verder. Dit is die omweg. Wat? We gaan nog. Ja, we gaan nog. Dit is de omweg pas. Oh, jongens. Hier, die tunnels, die zaten daar. Die zijn afgesloten. Voor oh andere, god. Voor een van de wielersport. Oh god. Nee, dat snap ik. Maar we moeten dus nu nog het gedeelte van de spluggen. Ja, we zitten nog steeds op de spluggen. Het eerste deel hebben we nu gehad. Kijk. Maar nu gaan we die omweg doen. En dat is het laatste stukje spluggen. Yeah. Yeah. Heb je nog wel een beetje naar je zin, Vree? Ja. Gelukkig. Ja, dat was ik ook even. Nee, niet daarover, maar nee. Dat is een kwad. Ja, dat is een kwad. Quattro, vier, vier wielen, ja. Ja. Dan heb je een trijk. Ja. Trijk, drie wielen. Ja. Waarom heet de motor dan een motor? Waarvoor denk je dat een fitte bicycle heet? Twee wielen. Ja, maar waarom heet het motor? Omdat... In het Engels is het een motorcycle, toch? Ja. Een bicycle, motorcycle. Oh, mijn eerste. En het is ook een bicycle. Nee. Bicycle met trike is hetzelfde. Het is bike, trike. Oh, wat tering. Snap je? Motor, bike. Ja, maar het is een motorbike, Vree. Ja, I know. Is het dan ook like een... motor aangedreven e-wheeler? Ja, probably. Een motor aangedreven? Dat heet dan weer een unicycle. Ja, je doet. Ik heb geen roodband meer. Dus mooi. Dat stelt mij gerust. Goed, dit soort tunnels. Dat is kut. Dat is echt niks. Jezus. Ja, zie je dat niet? Weet je hoe veilig dat is? Nou, best wel dus. Voel je hem? Ja. Gaat die auto ook nog inhalen, dan wacht eens. Ik weet niet of die Kees heet, maar... Ik zit echt met verbazing te kijken naar wat mensen hier van Frans op de weg uithalen. Ja. Maar goed. Kom maar de auto aan. En de deur is precies juist. Ja hoor. Online. Ik denk de hele tijd dat op dat bord een walvis uit het water springt. Auto! Dalende auto. Die moet ons wel voorrang verlenen. Ja, kom maar. Oh, een mooi wijd bochtje dit. Lekker bochtje. En we hebben wel een ding. Hou hem wijd er wel. Kom maar. Yes.
Oh my god, over hier nog goed bent. Auto. Ja. Auto. Auto. Ja, ik heb ook geplopt. Yep. Water. Wow, als je recht naar beneden kan kijken, Frey. Wow. Wow. Water. Begin maar op je motor te remmen, meteen. Dalen. Auto. Auto. Ja, oké. Wauw. Mag ik hem even afzwemmen? Jammer. Het gevaar van dit soort dingen, Vree, dat is een stuwmeer volgens mij. Oh. Als ze dus ergens water lozen, dan loopt dit in één keer helemaal vol. Hè? Ja. Maar dit zal niet het hoogste punt zijn. Als ze op één punt water lozen, ja, dan loopt dit helemaal vol. Ja, oké. Maar is het niet dat ik met water dat je op te krijgen? Ja, ja. Dus als het lijkt op het hoogste punt van het water in één keer lijkt hoog wordt, dan ga ik toch ook omhoog. Ja, dat zou je zeggen, maar met een tsunami zijn er drugs wat mensen doodgegaan. Ja! Wijd blijven en hij is vrij. Ja. Geef maar even de tijd, want het andere bochtje lijkt heel scherp. Ja, ja. Auto. Kun je het zien, Thies? Er is niks, vrij. Oh, komt wel iets. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, goed zo. Ja, gaat goed, gaat goed. Hey, en geen lampje. Jee! Yeah. Lampje is doorgebrand. Ja. Ja, oké, dat is goed. Auto. We zaten net te ver achter de rest en dan creëer je een gat waar mensen induiken, zou ik maar zeggen. Ja. Oh, sorry. Voel je weer een steen? Nee, nee, nee. Ik zet er weer een hele en ik wist al niet dat we er een zaten. Dat is nog niet. Ja, nou ja, kom. Oh. Zat? Kijk, nou dus wel. Hallo. Wat doe je? Niks. Auto. Auto. Oh, dan ben ik blij dat we deze route hebben genomen. Sorry, ik pak tempo niet helemaal bij jou, maar ik wil niet veel jagen met de motor. Ik heb liever dat je wat verder achter me blijft, zoals nu. Dat ik tijd heb om de bochten in te schatten. Ja, dan dat je op mijn kont gaat hangen en dat je dan ineens moet remmen. Ja. Ik zie niks aan de hand. Iemand aan de buitenkant lopend en hij is vrij. Houd afstand. Hij is vrij. Nog steeds. We moeten voorrang verlenen.
Dat zal hier zo ineens zijn, ja, stopbord. Dat is die tunnelweg, zeg maar. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Want we waren dus hier al aan het komen. Ja. Nou jongens, dan hebben we de draken wel gemist. Yeah. Kijk hier maar rechts naar beneden. Dat hadden we echt niet leuk gevonden. Ja, ja, nee. Wel, jou opletten. Kom binnen, auto dan binnen. Weet ik niet. Oh, wauw. Bergen. Kun je meekomen wel? Ja, ja. Oké. Okay. Oh ja, we hebben geen slinger meer. Geen gekke slingers op het moment. Komt wel iets tegemoet. Ja, in dit bochtje, ja, pas op. Komt een bestelautootje, Citroën, komt u tegemoet. Oh, daar ben je al voorbij. Ja, top. Een wielrenner op rechts. De zonnevizier even weg. Ja. Krijgen we nog een paar haarspeltjes. Ja, oh, maar ik vind het echt 10 keer zo leuk als de Stelvio. Ja. Een paar haarspeltjes en dan weer even rustig. Ja, maar het is gewoon lekker slingeren. Ja. Lekker. Vechten voor je leven. Hoe vinden jullie het, jongens? Ja. Oh, rustig aan. Ik zie niks, jij wel, Ties? Ik heb, ik zie niks. Vrij. Kunnen we pieken? Oh! Wacht voor de vindrijer. Ah, nee, op. Vrij! Leg hem plat anders, hè, kom op. Ja. Oh ja, als je uitkijk bent, shit. Oh, even een beetje koeld. Pas op in de bocht hier. Ja. Ja, pas op auto. Oeh, die camper die gaat lastig krijgen in die bocht. Ja, deze route wordt ook afgeladen voor campers. Campers en caravans gewoon weer uit het idol. Alleen we zijn terug in dit gewoon ondanks van fietsen dus wel doen. En het, Maar er komen een paar wel een paar leuke slingers aan. Doe maar rustig aan, hè. Ja. Kun jij hier kijken, Ties? Zie je wat? Wat? Jij ziet niks, hè? Ik zag niks. Motorrijden naar beneden. Vrij. Hij is vrij. Hartstikke vrij. Neem hem maar lekker ruim. Oh, oké, nog een groundhog. Ja. Kan ik niet naar kijken, helaas. Ja.
Ik hoop dat hij op film staat. Ik weet niet waar die was, maar... Een fietser op rechts, steil bochtje. Komt een auto aan, dus rustig aan. Een bocht kun je makkelijk maken. Dat is het probleem niet. Oh, dit zijn lekkere bochtjes gewoon. Nou, Ties. Hoe mooi is dit? Bergen! Als we zo'n punt hebben, wil ik echt even stoppen. Wil ik echt even kijken. Ja. Oh, stop, stop, stop. Zo direct van jou, maar niet stoppen. Goeien. Bij die tunnel zal misschien wel weer een punt zijn. Ja, ik zie het. Ja, dus. Hebben jullie ook al last van de ijle lucht? Nee. Ik nog niet. Ik wel. Dat is de eerste tijd. Jeez, dan weet je wat je rijd door met je Citroën, idioot. Kom, zo. Je zit er langs wel een wil rijden. Hij is vrij, 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 vrij. Van de auto. Yes. Nee, geen plek om te stoppen helaas. Waarom rijdt dat ding niet door? Hij haalt zich in en gaat voor je rijden als een sukkel. Ja, kan niet. Denken we niet over nou, we rijden gewoon even genieten. Zo, hier maar een spatje uit, Airbnb bovenop. Zit je er kort achter of niet? Nee, niet zo kort. Nou, ik wil zeggen, trappen er anders eens voorbij, want... Dat zou heel goed kunnen. Ik heb kontpijn. Ja, ik zoek een plekje om te stoppen, Ties, maar... We zijn nog niet zo ver van de top af, denk ik. Huh? We zijn nog niet zo ver van het hoogtepunt af. Maar ik denk niet dat we zo'n hoogpunt hebben als in Stelvio, zeg maar. Dat je echt een marker hebt. Okay. Denk ik. Ik kan het me niet herinneren, dat is irritant. Pardon en excuses en zo. Huh? Ik liet een burpee. Oh. Niet gemerkt. Kijk, dit is de boven slingert het alweer. Ik ook niet echt. Oh, daar zo, ja. Ja, waar? Ja, dat is stil. Dat meer, dat gaan we ook nog zien zo. Niks. Maar waar zijn die? Daar zo. Ik zie de ook. Hi. Waar wil die komen?
stop, stop. Lekker bochie. Je bent er wel bij toch? Ja, je bent erbij. Heb je goed gezien? Ja, ik ook. Waarom staat er... Wat zeg je het is? Waarom staat er MCM? Nou? Dat is niet logisch. 1931 gevallen. Dus ik denk dat het in de tijd is dat het toen gewaagd. 1900? Ja. Hoe kom je daarop? MCM. 2100 is dat toch? I guess. CM is 1000 min 100, right? Ik zie gewoon... Ja, dit is net wat je zegt, M is 1000, C is 100. Dus ik zie 1000, 100, 1000. Dat klopt niet. Nee. Water! Water. Ik heb kontpijn. Ja, ik weet het. Het probleem is, die is, overal is het vol. Ik kan hier nergens gaan staan. Dat weet ik. Het was niet echt maar een verspreking of stilstaan. Het was meer een mededeling. Maar oké, okay, dat is nou een mooi voorbeeld. Eddie is een vent. Maar goed, als je dus iets roept van ah, ik heb koffijn, dan gaat de vent gaat meteen op zoek naar een oplossing. Dat is een soort trigger, dat is een soort rode knop. Als je zoiets indrukt, dan moet er ook gelijk actie op. Dat is de vent-instinct, klopt dat? Ja, en als je het dan herhaalt, voor de tweede keer, dan wordt de paniek groter. Ik moet plassen, oké, dat is aankondiging 1. Ik moet plassen, dat is aankondiging 2. Fuck, ik moet nu op gaan schieten. Ja, ja, ja. Daar net na de bocht misschien al wel. Goed punt. Maar het is hier wel koeler dan naar beneden toe, denk ik. Ja, maar goed. Oh, wandelaar. Ja, eens. En anders overal komen we gewoon gesteld door iets. Iedereen heeft je eten en drinken bij zich zien. Met welke wapens gaan we in het open? Oh my god! Je mag zeker ook niet zwemmen. Jammer. Kijk, daar komt het water vandaan. Zie je? Klein waterval. Hier. Ach, er zit nog iets groter. Ja, wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben langs een klein bergwatervalletje aan de Romeinse tijd zitten kamperen in de blakerende lucht. Uit de Romeinse tijd? Nou, dat ziet eruit. Weet je waarschijnlijk niet, maar... Zoek wel. Alweer? Ja. Ja, ik ga sowieso de dingen van die rechter deed ook, weet je, dat soort verhalen, dat moet je ergens opschrijven. Want je hebt het wel gezien, je bent er geweest. Laat het hele dorp onderlopen behalve de kerk. Die geven ze een monumentenstatus en daarom laten ze maar halve vol lopen. Wat de hel. Logica, want ik me... Hè? Oh, dat weet je. Goddelijk. Oh, we sprak op zich. Oh, jezus, kijk nou op. Mogen we echt niet zwemmen? Nee. Nou, zeg. Waar gaan we heen? Ik snap geen zin in deze bus.
Oh, kijk eens daar. Oh. Ja. Nou, goed. Daarboven hebben we vast wel een plekje om. Oh, misschien hier ook wel in het dorpje om te kunnen. Warm, zadelpijn. Ja. Kom op jongens, gas, ik wil weg hier. Stop, stop. Let op je been zo. Ik verwacht je zo ergens op wel. Vrij na die bestelauto. Ja. Ja, de bocht is vrij. Voorlopig nog geen verkeer. Er komt een motorrijder naar beneden. Ben je er nog? Hey, ja, je bent er. Wielrenner, wielrenner naar beneden. Twee auto's. Mama moet het even alleen doen, helaas. Waar is ze dan? Achter die Citroën. Komt een auto naar beneden, een Chevrolet. Een 4x4-achtig. Chevy lijkt een Chevy. Ja, hoor je me weer? Ja, sorry. Even door hoor. Komt een auto met een dakkoffer naar beneden? Ja, zie hem. Even door, liefste. Ja, ja. Hij is vrij, 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 vrij. Motorfiets. Kom op meneer, schieten. Even opschieten. Ja, alsjeblieft. Auto, motor.
Kan je ze zien, Fortis? Nee. Komt een opotje naar beneden. Klein autootje. Klein autootje. We gaan hier even wachten, het is. Ja. Nee, ik ga niet vallen. Oké, okay, daar komen ze. Ja, ik zie ze. Geef even de ruimte. Dus. Horen jullie ons? Ja, nee. Hoe ging het? Ja, het ging goed. Nee, de Citroën die gaat het niet hoor. Ja, maar waar ging ik af dan? Ja, of hij heeft al een paar keer geprobeerd de ruimte te geven dat ik het niet snap, maar ik zag hem niet. Iets met bij elkaar eerst blijven, hè? Ja, goed. Ik haalde ook in natuurlijk, hè? Ja, nee. Nee, maar dat gaat wel goed. Jeep. Ik heb zo'n gevoel dat we er bijna zijn. Ja, ik ook. Doko! Doko. Sorry, ben jij dat? Wat? Ben jij dat? Wat ben je? Bewegen. Jee, we zijn er, vraagteken. Kunnen we hier even een plekje zoeken? Ja, ga. Stop hier rechts, hè? Stop hier rechts. Het was iets kleiner dan ik dacht. Maar goed, we stoppen even hier. Het is voor jou ook, stop even af. Ik zoek even een plekje, ja? Niet legaal, maar kom maar. Ja. Hoi. Holy shit, hel. Hé, hey, die weggetje. Fuck. Hou, oh, kijk eens. Jongens, maar gelijk voorbij. Kijk eens naar beneden. Oh jeez. Hi. Laat ze er maar gelijk voorbij inderdaad. Pas op, er komt wat aan. Wauw, wauw, wauw.
vrij. Wauw, hé. Voorlopig is alles vrij, dus Nee, dat is het voordeel van mijn kopje. Is dit het stuk pas wat je herinnert? Ja, dit wel. Ja, dit Thanks. Oh, dat was ik inderdaad niet in de gaten, maar dankjewel, Frank. Ja, top. Oh, we zijn er al bijna. Oh nee. daar verderop nog. Oh, maar dit is leuk. Goed gezien. Een 18 is in de sneller, hè? Ja. Auto. Ga dan even langs. Ja. Ga ik ook proberen. Dit stukje kan ik me heel goed herinneren. Hier hebben we wel klimmende auto's, let op. Oh, dit zijn dalende auto's. Ja, toch? Alles is dalend, hè? Nee, die ene. De andere twee gaan omhoog. Welke? Waar dan? Oh ja, die blauwe ja. Nee, die blauwe juist niet. Oh nee, fuck. Oh ja. Ja, ik zie het. Donker en nog iets. Een grijze bus. Nou, dan mag gelijk voorbij, al. Ja. Ja, ja. Daar komt die grijze. Even wachten in de bocht, want die stijgende heeft voorrang. Die laten we ook voor. Kun je een beetje remmen, Al? Hij komt meer naar boven. Ja. Dan zijn wij al door deze bocht heen. Ja. Kijk, zie je het? Dit gaat mooi. Ja, die zien we. Die komen in de bocht tegen. Als je goed, goed buiten houdt, is er niks aan de hand. Hey, jongens, wat een samenwerking. Dank jullie wel. En er komt een motorrijder. Volgens mij staat een pen. Ja, een pen European. Laten we even komen, hè? Dus even rustig aan. Met mensen, de helmpjes en zijn kleding. En dan kijk hoor, de zilvergrijze komt ook naar boven. Ja, goed. Kom wel. Ja.
Wauw, dit is leuk! Kom op, Fred, jij droog. Zo, en toen was ik misselijk. Serieus? Misselijk van? Weet ik niet. Door het draaien of door de... Ik denk dat meer dat we nu ineens... Ja. Oké. We zijn net naar beneden, waarom moet je dan met de lift naar boven? Oh, gaat de lift omhoog? Ja. De meeste liften gaan naar boven qua skiën. Ja, oké. Okay. Maar ja, je moet ergens uitkomen, dus ook daar... Oh. Ook daar moet een station zijn natuurlijk. Maar gezien de kabels, denk ik dat hij naar boven gaat. Oh. Ja. Sorry dus, het is, we zijn weer terug in die Zwijs. Hihiland. In wat? Hihiland. Hihiland? Ja. Jodela Hihi. Oh. Nee, we zijn in Michael Jackson. Ja, Jodela Michael Jackson. Jodela Hihi. Jodela de King of Pop. Ja. Ja, nee. Ja. Wilfred is een teleurstelling. Maar Wilfred was niet. Oh. The hills are alive. Nee. No. 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 Aan het eind van de film. Kijk, ik snap niet precies waarom het zo is, maar als je dit ziet, dan denk je toch ook meteen... Zwitserland in plaats van Italië? Weet ik niet. Zou het wel lekker weten. Oké. Maar je, gewoon die dennenboompjes zo. Het is allemaal zo plastic. Snap je? Plastic, fantastic. Van die vibes van het... hoe heet het? Pas op, de zoekboek. Pas op. Help. Jij mag nooit meer zeuren over de grindweg, hè, hoor. Nee. Dit was kefkeuk. Ja. Ik zag hem aankomen en denk, oh god. Yep. Daar gaan we. Nee. Dat heb jij heel netjes gedaan. Let op. Maar ik sta van de grond. Beetje weeg. Kom maar. Hij is vrij. Auto. Wat zie je nou weer aankomen? Kijk maar op je navi. Laat hem maar staan hoor. Nee. Laat hem maar lekker afremmen op de motor. Kijk maar. Ja. Oh. Nee. 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 Ja,
allemaal hihi-huisjes. Ziet u die daken? Ja, allemaal hihi-huisjes. Foto. Ja. Oh, dat is een goede draai. Hij is vrij. Motor. Jongens, niet zo laat schrikken. Auto naar boven, rustig aan. Ja, maar die auto heeft wel voorrang, als die het niet redt. Golfing? Nee. Ja, maar Yamaha of Yamaha? Wat je wil. Yamaha. Ja, jij spreekt Japans, dus Yamaha. Ik spreek Japans. Ah, dat was mijn schoen. Shit. Ja, mijn stepje wordt tekort, denk ik. Wat was het nou, Vrij? Kamehameha? Kamehameha. Nee, ik zat dus Yamahameha te denken. Yamehameha. Yamo. Kijk. Gretzwagen. Uh-oh. Ah, we hebben het hier. Nou, welkom in. Die Hollander staat aan de kant. Sukkel! Nee, niet drinken, niet drinken. Nou, weet je waarom hij aan de kant staat? Nee. Door zijn herrie. Herrie? Ja. Ja, dat is zo'n turbo-autootje. Zo'n autootje wat niks voorstelt, maar ze dan zo'n super dikke uitlaat onderzetten en zo. En boomboxen en waar ze mee gaan racen. Weet je wel, aangepaste wieltjes. En daardoor val je op. Hey, ik pak een paar stickers op mijn motor voor de veiligheid. Daardoor val ik ook wel op, maar op een andere manier als dat hij doet. Hij valt op een negatieve manier op. Yes. Van Pierre. Zoeken we hier iets te drinken? En een wc. Ja, en een wc, zeker. Nee. Stop. Oh, hier rechts. Sorry, ik zat zo in de plaats van zo. Ik kom. Ja, kom maar eens.